Heel even leek het Sinterklaas toen iemand begon te zingen: "Zie, ginds komt de stoomboot." Het was echter geen stoom, maar rook van het vuur wat al sinds zaterdagochtend op die boot brandde en door bisschop Wiertz was ontstoken. Deze zogenaamde vuurboot voer afgelopen weekend over de Maas van IJsden naar Mook om zo het jubileumjaar van het bisdom Roermond te openen. De tocht symboliseert hoe het vuur van het geloof zich in de loop der eeuwen door Limburg heeft verspreid. Bij de halteplaatsen werd met een fakkel een vlam van het vuur afgenomen en overgedragen aan de parochie op de wal, die het op haar beurt weer kan doorgeven aan parochies in de omgeving. We zijn hier, denk ik, en ik zeg dat ook naar de voorzitter van het comité 450 jaar Bisdom Roermond, Theo Bovens, en Mathieu Bemelmans. Een van die stops tijdens deze tocht was Broekhuizen, waar burgemeester Van Rooij het vuur aan land bracht om het in zijn gemeente Horst aan de Maas te ontsteken. Bij de plechtigheid waren onder andere ook de priesters van het cluster Blitterswijk-Wansum Kasteraai, de priester van Gijsteren en de priester van Grubbevorst aanwezig. Ook deken de graaf Woutering was erbij. Vele afgevaardigden van kerkbesturen uit het dekenaat Horst waren eveneens aanwezig om het vuur in ontvangst te nemen. Fanfares Sint-Nicolaas van Broekhuizen en het kinderkoor zorgden voor de muzikale bijdrage. Elke boom en de bloemen, in zijn hand elke boom en de bloemen. In zijn hand elke boom en de bloemen, in zijn hand alles in de machtige hand. Het komende jaar staat in het teken van festiviteiten en evenementen voor het bisdom dat 450 jaar geleden werd opgericht.